Terwijl het bruisende nachtleven in Barcelona op gang komt, gaan de hobbykoks op tijd naar bed. Want morgen moeten ze vroeg uit de veren. De volgende ochtend nemen Sergio en Ger de hobbykoks mee naar het culinaire hart van Barcelona. Vlak bij de Ramblas ligt de beste versmarkt van de stad, La Boqueria. Hier begint zo meteen de tweede kookopdracht. We zijn aangekomen in Boqueria, wereldberoemde overdekte versmarkt. Zoals je ziet, het is hier al een hele bedrijvigheid. En hier vind je natuurlijk alle typische Catalaanse producten. Mooi assortiment groentes, hespen, worsten. Een fantastische afdeling vis, schaal- en schelpdieren. Dus ja, kortom, de markt voor de hobbykok. Hè? Zalig. Dat is ook wat ik het leukst van al vind in het buitenland. Zo van die overdekte markten waar de topproducten van het land allemaal verenigd zijn op één plaats en dan gaan shoppen. Hè. Jullie mogen hier vandaag komen shoppen. Jullie gaan een Catalaanse menu bereiden voor ons. We gaan starten met een gazpacho catalan. Dat is eigenlijk een gazpacho met amandelen erin. En er zit ook iets meer rode pepers in. Het is iets pikanter dan de normale versie. Dan gaan we verder met een fidua. Wat? Fidua? Wat is dat? Een fidua is eigenlijk een palia, maar dan gemaakt van vermicellis. Vermicellis, ja. Om te eindigen met een crème catalan. Een crème catalan is eigenlijk een crème brûlée. Op smaak gebracht met sinaasappelschil, kaneel, sterrenijs. Als jullie er klaar voor zijn, dan kunnen we gaan shoppen. Ja. Ja. Het is belangrijk dat de hobbykoks eerst een boodschappenlijstje opstellen. Maar Sarah begint meteen met shoppen. Manchego, but dry. The small part is perfect. Zeg, heb je gezien wat een mooi assortiment champignons? Ah, wel, misschien dat we champignons er moeten bij doen. Ik was zo content dat ik daar mocht gaan shoppen. Ik dacht van, ja, ik zou echt wel met een frigo inlaaien en 3 dagen kokkerellen en proeven en experimenteren. Dus, ja. Stefanie en Carla willen eerst het recept van de fidua te weten komen, voor ze op zoek gaan naar ingrediënten. We have to make a typical Catalan dishes like the fidua. So how do you make it? What do you do in a fidua? Yeah. Clams, fish, chicken. Que mamá, calamar. Calamar. Yeah. Gamba, almeja, mejillón y calamar. Calamar. Yeah. And I need the ink. Yeah, yeah. And how do you say it in Spanish? Cangrejo. 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 Pak de katrofakken. Vorig jaar zijn we hier met de familie geweest en dan had ik zo'n spijt dat ik niet zo van alles kon kopen om te koken. En nu ga ik mij helemaal laten gaan. Heeft ze al mosseltjes gepakt? Mag je daar ook wat van bezig, Tom? Nee, Bram. De verdura, mama. De verdura. Puerro, tomate. What is puerro? Peper. Puerro, tomate. Luego ajo y perejil, vino blanco. Look. Yeah. Vino blanco. Vino blanco, witte wijn, inderdaad. Verdura is this. Yes. And fish is this. All right. Grazie. Okay. Thank you so much, bye-bye. Nu zou ik nog graag wat vlees gaan kopen ook. Vlees? Vlees, goed erbij. Ja? Dat ik dat zo, die surf en turf, zo, dat vind ik zo heerlijk. Ik had opgezocht over de Catalaanse keuken. Bergen en zee, dat die daar vaak verbonden in één gerecht. Gelijk in paella doen ze dat. Wij zouden dan niet aan denken soms om vis en vlees in éénzelfde pan te serveren, in één pansgerecht. Ik zoek nog konijn of kip, denk ik. Eén van de twee. Lapinos. Ja, zo'n jommeke Spaans. Stefanie en Carla werken hun boodschappenlijstje af. Carla haalt haar beste Spaans boven. Hola, ¿cómo estás? Busco. Ik ben Carla, wie ben jij? Hola, me llamo Carla. Busco Amanides, ja. Ik heb heel veel chance dat mijn dochter de moeite heeft gedaan van een heel mooi afprintje te maken van de belangrijkste dingen van hoe je dag, hoe gaat het. En plus in fonetisch schrift gedaan, zodat de uitspraak ook wel goed was. Want ik vond dat heel belangrijk dat daar goed ging opkomen, hè, op de tv.